Hallo en welkom in sessie 79 van de Porcelein Challenge. Gisteren hebben we even een oefensessie gedaan. Vandaag ga ik gewoon terug mijn twee kommen draaien. Ik heb er moed in, ik zal het zo zeggen. Maar gelijk dat ik gisteren zei, het is fysiek een beetje zijn tol aan het eisen. Veel mensen vragen mij ook, amai Nora, hoe houd jij dat vol? Want we zijn op dit moment vol een bak ook keramiekzomer aan het doen in de tent. En dan samen met die challenge. En nog een hele hoop andere dingen waar ik altijd mee bezig ben. En ik vind dat altijd een grappige vraag. Dat mensen zeggen, waar haal je die energie? En dan vraag ik mij af, ja, moet ik er nu een deftig antwoord op geven? Of is dat zo'n beetje de retorische vraag van, amai, jij hebt veel energie, snap je? Dus maar om daar misschien wel eens een antwoord op te geven. Ik heb vooral heel veel motivatie. Ik heb vooral heel veel uitdaging nodig om te functioneren. Waardoor ik natuurlijk ook altijd die uitdaging opzoek. En waardoor ik dan wel daar naartoe wil werken. En ik ben geen opgever. Als ik mij een doel gezet heb, dan ga ik daar ook naartoe werken. En dan... zo werkt het voor mij nu eenmaal. En wat natuurlijk ook wel een heel groot verschil maakt, is als je een doel stelt, dat je dat ook communiceert met mensen. Want het is eigenlijk door aan jullie te zeggen dat ik een challenge ging doen, dat ik het voor mezelf eigenlijk... Dat ik voor mezelf een stok achter de deur steek van oké, als ik nu stop, dan hebben ze het ook wel allemaal geweten en ook wel allemaal gezien. Dus in het algemeen is dat iets dat voor mij werkt. En ik denk dat dat wel voor iedereen werkt als je een groot doel stelt. En dat kan van alles zijn. Van het moment dat je het communiceert met je omgeving, dan wordt het echt. Je kunt heel veel ideeën hebben en doelen stellen in je hoofd. Maar zolang als je dat met niemand communiceert, dan wordt dat ook niet echt. Het enige waar je moet voor oppassen, is dat je dat communiceert met de juiste mensen. Want als je dat communiceert met de foute mensen, dan gaan die dat uit je hoofd praten. Mensen die zelf niet ondernemend zijn, die zelf bang hebben om doelen te stellen. Als je daar gaat dan vertellen wat je van plan bent, dan heb je heel veel kans dat die dat gaat proberen uit je hoofd te praten. Dus eerst en vooral moet je zelf 200% zeker zijn dat dat het doel is dat je je wilt stellen. En dan stel je een doel. En dan ga je dat communiceren met de juiste mensen. Op het moment dat je eigenlijk ook al wel heel overtuigd bent dat je het gaat doen en dat je zelf ook die pro's en die contras wel hebt overwegen en dat je op de contras ook wel argumentatie hebt al. Want als je onvoorbereid iets gaat delen en er zijn een aantal mensen die zeggen, je bent zot. En wat is er dat gebeurd en wat is er dat gebeurd? En je hebt daar niet genoeg mee bezig geweest of je hebt daar nog niet genoeg je eigen twijfels overwonnen, dan ga je er geen antwoord op hebben. Als je daar zelf al mee bezig hebt geweest, dan ga je daar wel een antwoord op hebben. En als je dat dan deelt, en je deelt dat met de juiste mensen, dan zijn dat mensen die je daar ook in gaan aanmoedigen. Als ik dat met jullie deel, jullie moedigen mij aan. Jullie geven commentaar op Instagram, op YouTube. Ik krijg persoonlijke berichtjes van amai, goed bezig, dat is knap en zo wat dat je doet. Er zijn mensen die hier in de tent komen en die zeggen van ik ben ontvolgen en amai, en doe je dat allemaal? En het is een keischone vorm en amai, en zo moeilijk met dat porselein. Dus jullie zijn eigenlijk mijn tribe. Jullie zijn mijn mensen. Jullie snappen dat. Jullie snappen van oké, als je wilt leren potten bakken, moet je oefenen. Jullie snappen ook hoe moeilijk dat is en jullie snappen ook wat dat erbij komt kijken. En dus is dat interessant om dat met jullie te delen. Als ik dat deel met vrienden die totaal niks met keramiek te maken hebben, die denken allemaal, die is een beetje kiroïd. Of die doet dat voor de foute redenen. Of die doet dat... Of die kan straks in een burn-out gaan of whatever. Dus dat is een heel groot verschil. Dus, ik wou dat even meegeven. Ik krijg die vraag zo dikwijls en ik dacht, ja, moet ik er nu misschien ook een keer een beetje een filosofisch antwoord opgeven. Dus bij deze, klein stukje filosofie. Misschien zei er iets mee, misschien ook totaal niet. En nu ga ik draaien.
Ik weet niet of ik deze helemaal goed heb aangepakt. Ik heb de indruk dat hem hier nog heel dik is. Dan ga ik er dan strak weer moeten uitdraaien. Mijn voet is wat smal. Hier is het al vrij dun. Gelukkig is dit het bovenste stuk. Het bovenste stuk is altijd minder een probleem als dat iets uit zijn center is dan het onderste. Omdat op dat onderste natuurlijk alles opgebouwd wordt. Maar ik zou toch willen proberen om deze nog wat te corrigeren, moest me dat lukken. Nou, ik krijg het niet beter. Ik zie ook niet goed waar dat zit. Het probleem zit vrij hoog, denk ik. Dat is altijd moeilijker dan ergens beneden. Ja, dat wordt geen simpele, hè. Beter, het is toch beter. Ah, een naald prikt in mijn vinger. Ah. Oh. Oké, okay. Dat gaat het moeten zijn. Eens even meten. 29,5 midden. Dus hij is eigenlijk een dikke 30 centimeter diameter aan de buitenkant. Dat is redelijk breed, maar dat is goed. Hoogte misschien ook even. Hoogte is 17,5. Ik heb hier met een vinger geprikt. Oké. Hallo, ja, sorry, ik kom even onderbreken. Want ik heb een belangrijke mededeling. En dat is namelijk dat heel deze challenge die je nu aan het zien bent, gesponsord wordt door mijn cursus Beter Draaien.
Dat is een cursus voor semi-gevorderden. Dat is vooral voor u als je wilt leren hoger optrekken, als je meer volume wilt in je werk en als je meer je klei eruit wilt krijgen. Ook als je wilt sluiten en netjes. Eigenlijk de dingen die in een challenge aan bod komen. Als je dat wilt kunnen, dan raad ik u van harte de cursus Beter Draaien aan. We beginnen bij het begin. We beginnen bij 1 kilo en we gaan stilletjes aan opbouwen naar de 2 kilo. En ik neem jullie ook mee in hoe dat je curves moet zetten, hoe dat je loomer moet gebruiken, wat dat de meest voorkomende fouten zijn en zo verder. Als je op de link hieronder klikt, dan kun je je e-mailadres achterlaten en in ruil daarvoor krijg je alvast de eerste 3 video's van die cursus gratis. Dus ik zou zeggen, vul dat nu in en dan laat ik u verder gerust en kun je verder kijken naar de challenge. Dit is het onderste stuk. Ik weet niet of ik de gewichten al heb meegegeven. Dit onderste stuk is 3,950 kilo en dat bovenste stuk was 3,450 kilo. Oh, shit. Oké, bon. Ik heb geen bodem. Ik was te gefocust met dat niet uit zijn center te laten gaan. En daardoor ben ik veel te diep gegaan. Ik kan het niet oplossen, want het is gewoon te diep, zacht in gegaan. Ik zie bijna de plank, maar ik ga wel blijven draaien. Ik vind het te zot van te stoppen en dat bijeen te doen en dat opnieuw te gaan kneden. Dan is dit de, maar voor de oefening en dan snijden we die strak eventueel door. Ik moet wel zien dat ik een beetje bodem creëer, zodanig dat het wat stabiliteit heeft. Ik ga hem alvast te beginnen. Wat bijeen duwen. Zo. Ja, jammer. Jammer, jammer. Oeh, dat was fout. Oh, dat was heel fout. Oh, dat was fout.
Dan moeten we... Dat zo voelen dat je iets aan het doen dat niet juist is. Hè. Meten. Nog een centimeter breder moet ik. Allee, zeg. Het wordt lastig om dat te meten met dat latje. Een ander latje moeten zoeken met, op termijn, denk ik. Ik denk dat we er ongeveer zijn. Zouden we eigenlijk een assistent moeten hebben? Die een hele tijd met een bril op en af zet. Als iemand zich geroepen voelt, gewoon zo. Ik zeg ja, af, op, af. Stel dat die bril niet altijd vol porselein hangt. Ziet er goed uit. Oké, we gaan dat stijf een beetje opstijven. De andere kant ook opstijven. Dus ik heb 29,5 zo. En dit zal nu... 17,5 zijn. Dus ik dacht dat een die ook 17,5 was. Dus zijn eigenlijk alle twee ongeveer even groot. Er is maar één probleem, dat is dat ik hier geen bodem heb. En dat krijg ik met de beste wil van de wereld niet opgelost. Ik zou er een stuk kunnen inplakken, maar dat gaat alleen maar problemen geven later, denk ik. Maar dat is niet zo erg.
Want uiteindelijk, en deze ging ook wel even weer om de oefening. Ik kan ook niet alle potten, ik kan ze ook niet allemaal bijhouden. Ik krijg ze niet afgewerkt gewoon. En ook qua verbruik van porselein is dat op een duur een hele dure zaak. Maar kijk, dit is een goed begin. Voilà, ik ga blazen op de D, dan pak ik mijn... En dan zet ik ze op elkaar en dan gaan we dat bovenste stuk weer wat uitdraaien. En dan proberen om daar een mooie ronde vorm van te maken. Maar wat wou ik nog zeggen? Dat latje. Mijn oog viel er nu juist op. Dat is een krimplatje en daar staan verschillende centimeters op. Dat is een latje dat ik zelf ontworpen heb. En dus dat is in totaal 30 centimeter. Maar je kunt ook meten met de andere kleuren en dan meten wat het gaat zijn als het gebakken is. En er staan verschillende krimpercentages op. En porselein is eigenlijk zeker 15 als het niet meer is. Het is soms een beetje meer. Dus dat wil zeggen met dat blauw. Dus als ik dat nu meet hier, dus dat is eigenlijk 29,5 midden. En eigenlijk schiet daar maar 25,5 van over als dat gebakken is. Dus dat kan ik hier mee meten. Ja, dus dat is jammer, hè. Want je ziet dan, je denkt, oh, 30 centimeter. Maar ja, als dat dan gebakken is, dan gaat er 5 centimeter af. Alright. Ben ik aan het filmen? Ja, 1, 2, 3. Ah, dat haat ik, hè. Gaat dat weer vervormd zijn, hè? Je gaat dat zien, hè. Nee, het valt mee. Ik heb het kunnen corrigeren. Oké. Het is een schoon bolletje. Voilà. Maar ik moet dus nu wel dat hier nog wat uitdraaien, want hier zit nog iets te veel klei in. Allee, come on.
Ja. Uit zijn center geduwd, hè, met die laatste move. Nu kunnen we zien of dat onze oefening van gisteren vruchten gaat afwerpen. Hè. Het is niet 100%, maar ik ga hem niet houden omdat hem toch geen bodem heeft. Dus, maar hij is uiteindelijk wel super rond geworden. Misschien nog een heel klein beetje. Oké. Okay. Oefening van gisteren. Oké, okay, ça va wel. Dus ik heb veel te veel klei over hier. Wel heel moeilijk voor iets te sluiten dat zo staat te dansen. Hè. Oké, okay, bon. Ja, op zich is dat nog wel een goede vorm, maar hij is uiteindelijk kapot gegaan. Kapot gefrommeld. Ik kan dat nog wel eens proberen. Zolang dat je daar wat dikte hebt zitten, dan kun je dat terug naar het midden duwen. Hij wiebelt zodanig hard. Het wordt altijd maar erger. Dus ik kan ermee stoppen. Het is goed geweest, goede oefening. Ik kan hem doorsnijden, eens even zien wat we van binnen hebben. Ook eens opmeten. Zie de buitenkant is. Mijn plaat is 35. Als ik dat er zo wat loodrecht op zet, dan heb ik een centimeter, denk ik. Minder, anderhalve. Dat is 32 in diameter. Hoogte 32 ook. Dus het zal zoiets van 32 op 32 zijn. Ik vind dat je dat ook wel ziet, dat die breedte en die hoogte ongeveer hetzelfde is. Maar qua stabiliteit is het niet wat dat moet zijn. En ik kan hem nu eens doorsnijden. Een draadje was te kort. Ja, ik heb niet schoon in het midden gesneden, dus ik zit naast. Je kunt een teut niet zien, ik heb ernaast gesneden. Maar dat is hoe dat het er nu binnenin uitziet. Hier heb ik geen bodem, dus je ziet dat ik er eigenlijk echt op zat. Daardoor is hier ook veel blijven zitten, want je hebt daar dan niet goed een pak daar beneden. Dus misschien iets te veel. Dan oké. Okay. Na het oké. Okay. En dan hier toch nog te veel, zie je? Dat zou er nog allemaal uit moeten. Hè. Dat is te veel. Je hebt dat daar helemaal niet nodig. Van het moment dat je hier zo dun zit, denk je dat dat heel de tijd zo dun mag blijven. Dus niet met een beste. Maar wel een goede, denk ik, in deze zin dat we nu al bijna 30 hebben. Hè. 29,5. We hebben hem na 30 al. Op het moment dat we die twee stukken op elkaar zetten. Waardoor dat ik nog maar weinig naar buiten moet. Dus ik heb eigenlijk twee echt... Ik ben eigenlijk meer en meer twee kommen aan het draaien die ik op elkaar zet. Maar dat moet natuurlijk uit die wanden al veel uit zijn. Anders is dat te zwaar. Hè?
Maar al bij al wel oké, denk ik. We worden beter en beter. Dit had ik sowieso een vijftal weken geleden niet gekund. Ik zie er weer proper uit. Bon. Ik ga me een beetje proper maken. En ik zie jullie graag morgen terug. Bye bye.